Het afgelopen jaar was een jaar met veel ups en downs. Verschillende doelen die wegvielen en verplaatst werden. En mentaal was dat niet evident om iets waar je al jaren aan het voorbereiden bent tot 12 maanden te zien opschuiven. Mijn zilveren medaille op het WK is sowieso een van de hoogtepunten uit mijn nog jonge carrière. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan de Spelen denk en ik ga naar Tokio voor goud.